John, ik heb een klant die wil graag een upgrade naar 132 giga RAM. Is dat mogelijk? Wat heeft hij nu in zijn moederbord zitten? Op dit moment heeft hij 16 gigabyte. Nou, over het algemeen moet ik reparaties uit voor klanten. Aan laptops, aan computers, printers, noem maar op. Alles wat met computers te maken heeft eigenlijk. Een stukje verkoop en hulp op afstand. Ik heb Danny leren kennen als een persoon die vasthoudend is en eigenlijk niet loslaat. Wat je in huis moet hebben is eigenlijk heel veel doorzettingsvermogen. Je moet stressbestendig zijn vooral. Je moet goed overweg kunnen natuurlijk met de hardware en computers. Het is allemaal heel gevoelig. Ik was druk bezig met Photoshop en op mijn scherm gaf hij alleen maar streepjes. Nou, ik denk dat het een videokaart is. Op school hebben wij een hardwarelokaal. Daar leer je echt de basisvaardigheden. Het werken met componenten en computers en hoe je het goed toe kan passen. Alleen als je eenmaal in de praktijk aan de slag bent, dan is het allemaal veel breder. En ik heb echt met echte klanten te maken. Dat heb je op school natuurlijk niet. Dus de druk ligt ook een stukje hoger. Wat ik wel proef bij Danny, dat ze met de mens om kunnen gaan, maar ook een techneut zijn. Hartstikke goed. We gaan ermee aan de slag. Nou, als je bijvoorbeeld een processor in een computer moet doen van rond de 500 euro, nou, dat wil je natuurlijk niet verpesten door een pinnetje te verbuigen of wat dan ook. Nou, het voelt goed als een reparatie natuurlijk snel geslaagd is en de klant eigenlijk dezelfde dag weer met de computer naar huis kan. Eigenlijk wil ik zoveel mogelijk leren, van het repareren van computers tot het beheren van servers. Ja, eigenlijk mijn capaciteit echt verbreden. Het is een opstap naar andere opleidingen. Het is pauze, dus wij gaan even lekker eten halen. Ik ben wel heel erg blij met hem. En ik hoop dat hij in de toekomst lang bij me blijft.